De Delftse gemeenteraad beveelt mevrouw Marja van Bijsterveld vliegend hard aan. Voor de vertrouwenscommissie die Marja van Bijsterveld heeft voorgedragen als nieuwe burgemeester van Delft, is zij een logische keuze. Ja, zij heeft een dijk van een cv. Zij houdt van Delft. Zij is een innemende persoonlijkheid. Zij is enthousiast. Ze kan mensen aan elkaar verbinden. Een ideale kandidaat. Ook van Bijsterveld zelf is blij. En ze vindt het niet erg dat de stad grote financiële problemen heeft. En het mooie is dat het er nu op lijkt dat eigenlijk ook een beetje het dal bereikt is en er weer een opwaartse beweging is. Er gaat weer wat geïnvesteerd worden de komende jaren in nieuwe ontwikkelingen in de stad. Ja, en dan krijg je ook weer een positieve flow en dat verdient Delft echt. Marja van Bijsterveld was eerder burgemeester van Schipluiden. Dat fraaie groene dorp moet ze nu verruilen voor de stad. En we gaan denk ik ook wel echt proberen in het centrum een plek te vinden. Maar dit zal ik natuurlijk ook missen. Maar ik zal nog heel vaak, zoals ik hoop dat heel veel Delftenaren doen, de stad uittrekken, op de fiets of lekker wandelen en genieten van Midden-Delfland. In Schipluiden zijn de mensen erg te spreken over hun oud-burgemeester. Heel gezellig en goed. Ja, absoluut. Alle lof voor haar hoor. Want ze wordt nu burgemeester van Delft. Is het een goede beslissing? Ik denk het wel. Ik denk het heel goed een hele goede beslissing is. Ja. Ik ben zo blij voor Delft dat Marja in Delft komt als burgemeester. Want ik denk dat zij de stad heel veel goeds kan brengen. En de stad weer helemaal kan maken zoals Delft altijd was. Al weten ze dat nog niet zo zeker in Delft. Ja, dat lijkt me een typisch geval van in de regen in de drup. Het is jammer dat ze haar zegenrijke werk hier gaat voortzetten. Ja, u heeft niet zo'n hoge pet van erop. Nee, ik geloof dat ze in Den Haag genoeg schade aangericht heeft. Dus. Het is een oud-politica. Dat is ongeveer alles wat ik van haar weet.